Ja, goedemiddag. Er is al heel veel gezegd. Ik heb vroeger als jongetje gewoond in de Reigerstraat hier in Almelo. En we zongen daar in die Reigerstraat als jongetjes onder elkaar vaak het liedje En je bent nog veel te klein om de keeper van Heracles te zijn. Dus de helden van Heracles waren voor ons jongetjes de grote voorbeelden. En dat is nog steeds zo. Want ik was hier een keer bij een wedstrijd van Heracles. En toen sprak ik een paar Almeloze jongetjes. En ik vroeg hen, jongens, wat willen jullie laten worden? En toen zeiden ze werkelijk allemaal deurwaarden. Dat is dus grote kracht en uitstraling, dames en heren, van Jan Smit. Wie en wat is nu eigenlijk Jan Smit? Jan Smit woont in Ommen, maar voor de rest bekent er niks aan. Hij woont in Ommen, maar hij komt wel degelijk uit Almelo, Bonnebroekstraat 220 boven de Hoekheperzaal. En hij is daar in Almelo dus 19 jaar voorzitter geweest van Heracles. En er gaan geruchten, let wel, geruchten, dat Jan naar FC Twente gaat. Niet als voorzitter, maar als deurwaarder. Jan is namelijk ook deurwaarder geweest. En ik heb ooit in een voorstelling een flow-grapje gehad over een deurwaarder. Ik kan het toch niet laten om dat grapje hier te halen. Mijn broer kwam namelijk een keer naar me toe en hij zei, mijn vrouw en ik zijn vanmiddag op visite geweest bij de deurwaarder. Ik zei, oh ja? Ja, zei hij, we dachten, het hoeft niet altijd van één kant te komen. Dat tekent de beroep van deurwaarder. Maar goed, hij is dus voorzitter geweest, Jan is deurwaarder geweest. Maar ik las op de site sprekershuis.nl, waar je Jan kunt boeken als spreker, dus dat weet u dat, sprekershuis.nl, dat Jan's carrière is begonnen als spessieboonplukker. Spessieboon. In Almelo zeggen we trouwens slaboon. Ja, zegt Tom, slaboon. Voor de niet-Almeloers onder u, en Tom Beda natuurlijk. In Almeloers zijn bijzonder karaktervast wat taal betreft. Zo zeggen wij niet spessieboonen, maar slaboon. En we zeggen ook niet Heracles, maar Heracles. Dat heeft de burgemeester al even aangestipt. Wat hij niet heeft aangestipt, die burgemeester, dat kan ik nu mooier vertellen. Dat verhaal komt van Willem Wilmink. Willem Wilmink was een dichter uit Enschede, maar hij ging naar het gymnasium hier in Almelo. Omdat hier het niveau wat hoger is, hè? Dan in Enschede. Vooral rekenen en boekhouden, daar zijn we hier wat. Dat is het niveau wat hoger. En toen viel het Wilmink op, dat werkelijk iedereen in Enschede Heracles zei en iedereen in Almelo Heracles. Dus toen vroeg hij aan de leraar Grieks, want die moet het weten, is het nu Heracles of is het Heracles? En toen sprak dus de leraar Grieks die legendarische woorden. Heracles is een figuur uit de Griekse mythologie en Heracles is een voetbalclub in Almelo. En zo kunnen ze mooi uit elkaar houden. Dus daar komt dat verhaal oorspronkelijk vandaan. Nou, wat heeft die voetbalclub in Almelo eigenlijk wel niet onder jou, Jan, allemaal bereikt? Het nieuw stadion, met een prachtige naam. Waar je ook erg aan gehecht bent blijkbaar. Ja, ik kan het al 10 keer de kaartenstadion genoemd, maar nee, zo Jan, nee, Palman, nee, Palman, blijkbaar. Jan is erg gehecht aan Palman blijkbaar. Schuld, wil geld, maar goed. Nou ja, heb je het al gezegd, bekerfinale, Europees voetbal, kampioenschap van de eerste divisie en pas geleden heeft Heracles zelfs Feyenoord nog kampioen weten te krijgen. Dus dat is, dan ben je als voetbalclub wel een hele grote jongen. Ik heb een paar keer de eer gehad om naast Jan te mogen zitten tijdens de wedstrijd. En zo heb ik het karakter van Jan ook een beetje leren kennen. En Jan is toch een stomme verbazing. Hij roept dus een boom van een kerel. Hij is ook nog deurwaarder, maar hij is tijdens de wedstrijd bloednerveus. Hij was zo nerveus dat ik er helemaal rustig van werd. Hij zei, ik houd niet meer. Hij zei, ik ga naar binnen. Ik zei, Jan, maar we staan voor. Ja, maar er kan van alles gebeuren. Ik ga naar binnen. Ik zei, Jan, maar we hoeven nog maar 1 minuut. Ja, maar ik, in 1 minuut, je wil niet weten wat er in 1 minuut kan gebeuren. Ik ga naar binnen. Ik zei, Jan, maar het is 12-0. Ja, ik vertrouw het niet, hè, Jan. Ik vertrouw. Dat is Jan Smit nou, en dat is zeer waar. En Jan vertelde me ook een keer onder 4 ogen, dus ik kan het u nu rustig verder vertellen. Hij vertelde mij dat sommige Marokkaanse voetballers tijdens het douchen hun broekje aanhouden. En zei Jan, in navolging daarvan, houden nu ook steeds meer Nederlandse voetballers hun broekje aan onder de douche. En zei Jan, dat vind ik helemaal niks.
Ik zei, Jan, je hebt gewoon gelijk. Ik vind het ook helemaal niks. Weet je wat? We gaan een voorbeeld stellen. We gaan na de wedstrijd naar de kleerkamer. We doen de kleren uit. We springen onder de douche als voorbeeld voor de jongens. Ja, zei Jan, dat is een goed idee. Dus wij na de wedstrijd naar de kleerkamer. We doen de broek uitgedaan. We gaan onder de douche. Komen de spelers binnen. En die stonden heel raar te kijken. Ik zeg, waar staan jullie nou raar te kijken? Nou ja, we vinden het toch wel een beetje raar om zo onze voorzitter onder de douche te zien. Ik zeg, goh, waarom dan toch? Nou ja, zeiden ze, we kennen Jan Smit alleen maar zonder haar. Ja, ik probeerde de boel nog te sussen. Ik zeg, goh, misschien is wel kunstgraaf, maar weer. Maar goed, Jan heeft het wel verdiend. Voordat we aan de borrel gaan, we gaan zo aan de borrel, maar dat doen we even met een, om even heel een volle borst, flink, keihard, hoeft niet mooi als mijn hart is, voor Jan te gaan zingen. Een mooi loflied op Jan. Als het goed is, komt er nou de tekst van het refrein. Ja, ja, dat kan Jan, ja, dat kan onze Jan, daarom gaat nu dat kan, jubelend en juichend, een veer in zijn reet. Dat is het refrein. En de coupletten zijn heel simpel. Ik zing elke keer één regel van een lied. En jullie met z'n allen herhalen dan de laatste drie lettergrepen. Ja? Dus dat is even om te oefenen. Wie doet het kalmpjes aan met zijn begrotingsplan, begrotingsplan? Ja, dat kan. Onze Jan, ja dat kan Jan, ja dat kan onze Jan, daarom gaat nu, dat kan jubelend en juichend, een veer in zijn reet, dat is een refrein. En dan wordt heel moeilijk, de eerste acht rijen hier vooraan, dat is groep 4, die achterste rijen, tweede helft is groep B, daar achteraan is groep 1 en hier is groep 6. Dus groep 4, groep B, groep 1 en groep 6. Nou, dus krijg je een veer in zijn reet. En dan zingen groep 4 en groep B samen. Zijn. En dan 1 en 6. Reet. Zijn reet. Zal door zijn reet. Nou, we gaan even, laten we die reet even. 1, 2, 3. Zijn. Andere kanten, hartstikke. Daar gaat het. Je kent het nog. Wie doet het kalmpjes aan? Met zijn begrotingsplan. Ja, dat kan. Onze Jan, ja dat kan Jan, ja dat kan onze Jan, daarom gaat nu, dat kan jubelend en juichend een veer in zijn reet. Wie kan met alle man, behalve met Polman dan? Ja, dat kan. Onze Jan, ja dat kan Jan. Ja, dat kan onze Jan, daarom gaat u. Dan kan je blunt en juichen, het weer in zijn reet. Herakles naar Hoeiwang. Herakles naar Hoeiwang, daar is geen sprake van. Jan trekt zijn eigen plan, denkt er het zijne van. Financieel spik en span, houdt vast zijn achterban. Ja, dat kan, ja, dat kan. Onze Jan, ja, dat kan Jan. Ja, dat kan onze Jan. Daarom gaat nu, dan kan je het en juichen weer.